Ik zweer dat ik het welzijn van Suriname naar mijn beste vermogen zal bevorderen. Ik zweer gehoorzaamheid aan de grondwet en aan alle andere wettelijke regelingen. Ik zweer trouw aan de Republiek Suriname. Gado nawan bigi uroko, nawan tranga uroko, matide mamante migado, we a beggy, that you sa gi a man disi, where is it? That you sa gi a man disi, koni, you sa gi sabi, who can chari a uroko disi, hala den ten sa asasidonja. In Jesus' name, amen. Voorzitter B, u bent een politicus van formaat. U kent het klappen van de zweep. Al geruime tijd bent u al lid van dit college. Ik draag de overtuiging dat u als nieuwbakken voorzitter kundig leiding zult geven aan dit instituut. Het moet gezegd worden zoals het is. En als we één ding kunnen vertrouwen, dan is het de instinct van de vrouw. En ik vroeg mevrouw vanmorgen, wat geef jij mee aan de voorzitter vandaag? En haar antwoord was direct, hij is een zeer eerlijke man. Hij zegt hoe het is, als het goed is, is het goed, als het fout is, is het fout. Het lid B maakt een punt om een punt te maken, niet eromheen te draaien. Zo ken ik lid B. Hij is ook een zeer correcte man en heeft zich nimmer misdragen. Zo ken ik lid D. Aldus en waarlijk een waardige kandidaat als voorzitter van het hoogste college van staat. En we wensen u heel veel kracht en wijsheid toe mogen de zegeningen van de Almachtige op u rusten. Namens de president en de regering feliciteren wij u, het college en Suriname. Op ons als parlementariërs rust een gigantische verantwoordelijkheid. Met de instelling van het constitutioneel hof kan er nu een extra vorm van controle uitgeoefend worden op alle wetten die door ons worden aangenomen. We zullen ons daarom ervoor moeten beijveren dusdanige wetten en wetsproducten te vervaardigen die de toets van het constitutioneel hof doorstaan. Dit zal een nauwkeurige en gedegen voorbereiding vereisen voor alles wat dit college ter behandeling voorlegt. Ik vorm samen met u het parlement en voel me in geen geval verheven boven u. Vanaf het moment van toelating vormen wij tezamen, zowel coalitie als oppositie, één lichaam. Ik ben dan wel de eerste onder de gelijken, maar minangayu moest zitten samen. Onbehoorlijk of onfatsoenlijk gedrag is in ons politiek huis zal zonder aanzien der persoon worden afgeschaft. Smet op de Nationale Assemblée treft ons allen. Wij zijn elkaars hoeder en waken er gezamenlijk voor de waardigheid van het parlement in stand te houden. Ik wil verder benadrukken dat op het gehele orgaan, dus bij zowel de oppositie als de coalitie de verantwoordelijkheid rust om de regering kritisch te volgen en te begeleiden. Het voltallige parlement is immers verantwoording verschuldigd aan het volk over de wijze waarop wij als volksvertegenwoordigers hun belangen bewaken, behartigen en beschermen. Voor de mantel der liefde is binnen ons parlement geen plek. Regering, u mag zich dan ook voorbereiden op een parlement dat u de nodige ondersteuning zal bieden, maar indien nodig niet zal schromen u van repliek te dienen. Het parlement zal als rechter over u oordelen en het belang van het volk ten aller tijden voorop stellen. Uw dienstlands belang, dus u zult ons land in uw handelen steeds moeten dienen. U heeft allen een belofte waar te maken om voor ons volk de integere leider te zijn die het verdient. Nou, na een momenti, pe makandra usa scrivi wa moro betre historia, giwi lobby kondre sranan, grantang. Onder
dankzegging sluit ik dan deze openbare vergadering.